In het verleden had de speeldoos zijn eigen opening en de Volksuniversiteit, dat noemden we de open dag. En toen zeiden we van, goh, eigenlijk moeten we het samen doen. Dan kunnen we de gasten van de speeldoos laten zien wat het programma is van de Volksuniversiteit en omgekeerd. De hele week hebben we zitten kijken wat de weersverwachting is en het ging er steeds beter uitzien. En als ik hier nu rondkijk, al die mensen met vrolijke gezichten. We hebben er een feestelijke opening wilden we ervan maken. En de sfeer die hier heerst, is er duidelijk eentje van een feestje. Dus we zijn heel blij. Dus de Volksuniversiteit, daar werken we met 20 vrijwilligers en 50 docenten. En per jaar hebben we zo'n tussen de 800 en 1000 cursisten. Dit jaar zijn we weer uitgekomen met een nieuw programmaboekje. Want we hebben het nu een aantal jaren geprobeerd via internet, via de website. En toen dachten we toch van ja, de inschrijvingen gaan wat tegenvallen. En nu zijn we dus uitgekomen met dit boekje waar we een programma hebben met 135 cursussen waar 40% nieuw van is. En we zien dit jaar een hele grote toename in de inschrijvingen. We zitten nu al op het dubbele aantal inschrijvingen van vorig jaar om deze tijd. Vandaag, laten we zeggen, bieden we feestelijk ons programma aan. Maar op 22 september, op een donderdag, hier in de speeldoos, dan hebben we de Annie M.G. Schmidt-avond. En dat is de officiële opening van het seizoen. De Jip en Janneke-avond van de Volksuniversiteit houdt in dat ik ga vertellen over haar leven en schets de achtergronden van haar werk. Ik draag daar ook uit voor. En er komt het Zingers Klein Vrouwenkoor komt zingen. En die zingt dus een aantal liederen van haar uit Ja Zuster, Nee Zuster, maar ook het hele bekende Dikkertje Dap. En het wordt een feest van de herkenning. En tegelijkertijd licht ik een tipje op van de sluier achter haar. Zoals bijvoorbeeld dingen als die mensen totaal niet weten. Waarom hebben we het over Annie M.G. Schmidt? Waarom niet gewoon over Annie? Nou, mensen die dat antwoord willen weten, die moeten naar de lezing komen. Wij werken al jaren samen met de speeldoos. En wij zitten ook te kijken, kunnen wij op het gebied van programmering wat dingen samen doen. Een andere partij waar we ook wel eens mee gesproken hebben, dat is de bibliotheek. Dus voor ons kwam het als een soort godsgeschenk dat op een gegeven moment vanuit de gemeente gezegd werd van bibliotheek en speeldoos, gaan jullie nu eens met elkaar praten. En wij zitten daarbij niet aan tafel, maar wij zijn wel de belangrijkste huurder van de speeldoos. Dus wij hopen hiermee toch ook in gesprek te komen en mee te mogen praten over de inhoud van de programma's die we gaan maken. En dat we ons ook eens allemaal de vraag gaan stellen van, ja, wat is nou eigenlijk de rol van een volksuniversiteit in de toekomst? Wat is de rol van een theater hier in Baren? En wat is de rol van een bibliotheek? Nou, daar willen we heel graag aan meedoen en daar zien we op dit moment hele mooie kansen voor. Als ik zeg doos waarop een deksel zit, zegt u? Superkali. Weet je al? Mamma mia, help, daar ga ik weer. Dit wist ik. Er gaat aan gewerkt worden, gaat vanavond meezingen. Hartelijk welkom bij de Musical Jukebox. Welke opdracht heb jij gekregen voor deze avond? Nou, eigenlijk van, zou je hetzelfde willen maken als je vorig jaar hebt gedaan, maar dan een andere touch willen geven. Vorig jaar hebben we de opening van het seizoen van de speeldoos gemaakt. Ja, Fred Butter, Sophie Veldhuis en Pia Douwe zongen toen allemaal verschillende musical hits. En ja, zou je nog zoiets willen doen? Moeder, ik wil bij de revue. Ook al ga je op je kop staan met z'n allen. Moeder, ik wil bij de revue. Ik laat de mensen van het lachen van de stoelen. Als ik die overtrap, dan kom ik 20 blote meiden.
Zo'n avond is in die zin belangrijk, met name omdat je hoopt dan ook dat je wel een beetje rumoer krijgt in het dorp. En zo en zo is dat gebeurd wel in de pers, in de Baarse Krant, gewoon Eemlander, social media. En het is ook echt wel de start van het seizoen. En daardoor is het ook al fijn dat de zaal gewoon vol zit. Nou ja, omdat het slechter gaat in het theater sinds 2008, hebben wij keurig gespaard, maar we kunnen er niet tegen opsparen. Dus wij moeten, om een slag te maken, om het gebouw beter te exploiteren, moet er ook wat gebeuren aan het gebouw. En ik roep steeds, we hebben hier feitelijk de mogelijkheid om 24 uur per dag, dat is een beetje overdreven, laten we 16 uur per dag zeggen, dat we dat kunnen exploiteren. We gebruiken het hooguit 6 uur per dag en overdag hebben we de VU, een prachtige onderhuurder, en wat andere kleine onderhuurders. Maar we moeten op zoek naar een meer permanent gebruik van het gebouw, gewoon een efficiënt gebruik van het gebouw. En toen zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met de BIEB, samen met nog andere huurders waar wij mee gaan praten. Hoop ik dat we ook gewoon een betere bedrijfsvoering kunnen hebben, waardoor het theater toekomstproof is, om het populaire woord maar te gebruiken. Zeg het heel kort, je droom in 2018. Hoe ziet die eruit voor het Speeldoos? Nou, dat wij een verbouwd theater hebben die we beter kunnen exploiteren. Waardoor we ook wat meer geld kunnen vrijspelen als Speeldoos. Om mooie programmering naar Baren te halen. Want programmering naar Baren halen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als je de iets grotere namen wil hebben, we hebben natuurlijk maar 350 stoelen. Dus dat is ook wel, hè, je bent soms te groot voor het tafellaken, of voor het ver te klein voor het tafellaken. Moet je gewoon wat extra geld hebben om ook de mooie programmering binnen te halen. En dat hoop ik, dat is mijn droom, dat we een mooie exploitatie kunnen laten zien vanaf 2018. Waardoor we een multifunctioneel cultureel gebouw hebben.